Goedemorgen mensen. Goedemorgen. Goedemacht. Het is 2:50. We zitten klaar voor onze Montebatuur tour. We hebben anderhalf uur gereden en hier een kwartier gereden. En nu krijgen we even wat koffie en wat drinken. En dan gaan we lopen. Er zijn veel mensen hier wakker s'nachts, valt me op. Niet alleen hier, maar ook in sommige dorpjes. We gaan beginnen. Nee, we gaan eerst met de auto. Ergens heen. Kijk, daar is ons lunch. Hier zitten we achter in een hondenbakje. Dit is ons gidsje. Heel schattig. Laura is dezelfde lengte. En we hebben allemaal zaklampen gekregen. Kijk. Ja, mensen, je ziet er een beetje uit als een ongecontroleerd ongeleid projectiel. Welkom bij Laura, het ongeleide projectiel. Oké, Maaike. Hoetje. Maaike. Hoe gaat het? Goed. Ja? Ja. Ja, met mij goed. Alleen al die mensen hier zijn wel helemaal moe. Zelfs onze gids is meer moe dan ons. Maar wij zijn ook van die fitte mensen. Ja, wij zijn 4 dagen gedaan. Kijk ze omhoog. Nice. Nice. En hoe is de joy? Nou, dit is hoe het heel de weg gaat. We zijn heel de tijd al stil. Kijk, het wordt al een beetje licht. Alleen het probleem is dus dat er één groot mistpak is. Dat is een beetje jammer. Nou, maar dit is het uitzicht op dit moment. Maar het klimmen gaat gewoon verder. Het is nog niet voorbij. De strijd is nog niet gestreden. En Loutje is nog niet gevallen. En we houden die handjes. De lucht. Oké, Maaike. Oké, bedankt Maaike voor de info. Het gaat helemaal bergaf vast met ons. Ben je aan het schaatsen? Oh, moeten wij dat doen? Waar zijn we vanaf? Waar vanaf? Van de lopen. Nee, we moeten nog verder. Hoezo, hier worden we opgehaald? Nee, toch? Oh, ben je niet opgehaald? Nee. Ik heb best wel weer waar, dit is hoor. Nou, we zijn gezegd samen wandelen. Oh, wacht. Leuk.
Ik moet dus zo nog plassen dat ik net aan de man vroeg van, zit er hier een wc? Zei die, ja hoor, kom maar mee. En helemaal gastvrij en aardig. Toen kwam ik daar, was een gat boven de grond. Ik dacht, ja, dan kan ik hier beter de bosjes in gaan. Ik hier niet de bosjes aan. Dat is echt heel erg, want ik kan nooit in de bosjes plassen. Dus als ik in de bosjes ga plassen, dan moet ik echt heel nodig. Laat overal waar het kan scheten, maar als ik in het bosje moet plassen, dan ga ik niet. Het is gelukt, Loutje! Voor het eerst in mijn leven wild geplast. Maar we hadden gewoon een wc-papier bij. Maar ik heb er altijd zo'n hekel aan dat... Ja, het gaat nooit goed bij mij. Eindelijk! Nou, we zitten er weer een hond op. 4-6. Vond je het leuk, de tour? Ja, ik vond het op de berg, dus dat was wel mooi, maar het klimmen was ook wel leuk, alleen ik vond het terug, dit was heel lang. Ja, vond ik ook. 3 uur en 45 minuten. We hebben nou terug en we 5 kilometer weer gelopen. Ja, we hebben in totaal 10,37 kilometer gelopen. Hoeveel stappen zit je? Ik zat 17.000. Wat? En nu zitten we zo maar weer opeens bij ons hotel. Bij de autorit was ik nog in slaap gevallen. Het was een mooie tocht geweest. En nu zit ik lekker bij het hotel, maar daar kan het zwembad liggen. Heb je een mooie tocht gehad? Ja. Jij? Ja. Wat vond je er over het algemeen van? Mooi, nu nog een keer doen. Top, hier ben. Ja, dat was niet jammer dat het bewolkt was. Ja, alleen gelukkig met zonsopgang wel zo mooi. En lopen naar beneden. Dus beter dat die wolken nu wel eerder zijn geweest. Ja, we hadden niks zien. Ja. Ja, het was wel mooi, alleen er waren ook veel mensen. Ja, dat is druk. En. Kijk, zo fix toch. En dan komt het muesli. Zo best veel dan bij. Dan krijgen we nog avocado toast. Kijk eens eventjes hoe lekker. Avocado toast met ei erop. Lekkere Loutje. Ja. De rest van de dag hebben we even een heerlijk rustig dagje gehad. We hebben lekker bij het zwembad gelegen. Een beetje gezwommen. Een beetje gegeten. En nu gaan we weer eten. Kijk eens even hier naar het uitzicht. Kijk, de zon gaat daar dus onder. Mooi op het glanzende water. Supermooi. We moeten helaas morgen al wel weg hier. Gaan we naar het volgende plekje. Lovina. Daar gaan we dus waarschijnlijk met dolfijnen zwemmen. Ik heb namelijk één organisatie gevonden die de dolfijnen niet opjaagt. Want er zijn heel veel organisaties die echt de dolfijnen op gaan jagen om ze dan ermee te zwemmen. Maar dat voelt niet echt goed. Dus ik denk dat we die andere wel doen. Dan, ja, weet ik. Dat voelt toch wel beter. Nu gaan we even lekker een hapje eten en dan gaan we weer lekker slapen, want we zijn nogal moe. Gisteren namelijk, of vandaag, om 1 uur moesten we opstaan voor die bergwandeling. Dus we zijn best wel moe, dus we gaan op tijd ons bedje in. We zijn inmiddels al in ons volgende hotel en ik ben vergeten om deze vlog af te sluiten. Dus bij deze willen we even de vlog afsluiten. Wil ik even de vlog afsluiten, denk ik. Niet in deze straat. Morgen gaan jullie dit hotel zien. Supermooi hotel. En voor nu zeggen wij tot. Hé, niet slaan. Zachtjes. Tot de volgende keer. Doei!